Oké, mijn naam is Jeroen van Acht. Ik ben van Olino. Olino is een website over duurzame energie. Dus wij zijn heel breed, hè? Dus wij weten niet veel over LED, maar we hebben ook heel veel informatie op onze website over zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto's, energiebesparing. En het is met name een community site, zeg maar. Dus waarbij mensen elkaar kunnen informeren. Bijvoorbeeld mensen die over zonnepanelen hebben neergelegd, daar enthousiast over zijn, daar zelf een verhaaltje over vertellen. Van wat er fout ging, wat er goed ging. Zodat andere mensen ook weer van kunnen leren, zeg maar. Het is totaal niet commercieel. Het is gewoon echt een community site waar je van kan leren. Allemaal gratis beschikbaar die informatie. En ik denk dan meer dan 2000 artikelen inmiddels op allerlei verschillende onderwerpen. Dus hier liggen flyers in de zaal. Dan kan je op de achterkant ook een beetje kijken van wat de onderwerpen zijn. Dus, maar vanavond focus op LED. Daar weten we heel veel van. En ik zal eerst even vertellen met de agenda wat we gaan doen voor vanavond. Nou, wie is Olino? Hoe efficiënt is LED? Daar wil ik iets gaan over vertellen. Ik wil iets gaan vertellen over de levensduur van LED. Hè. Hoe zit het daarmee? Want er zijn ook heel veel mythes en verhalen over. Ik wil iets vertellen over het knipperen van LED. Of dat een probleem is. En ik ga iets vertellen over de vernieuwde lampenportaal. Dat is een website waar je heel makkelijk als consument een lampen kan zoeken ter vervanging van je bestaande lampen. Stel bijvoorbeeld je hebt een halogeenlamp, of je hebt een gloeilamp, of je hebt een TL-lamp. Hoe kan je die nou vervangen door een LED-lamp? Dat je evenveel licht hebt, een goed lichtbeeld hebt, mooi gezellig licht hebt in plaats van een koude blauw licht. Nou, die informatie kan je er allemaal vinden en daar zal ik straks meer over vertellen. Olino, we hebben een website over duurzame energie, ik heb het een beetje al ingeleid. We hebben meer dan 40.000 bezoekers per maand, we staan vrij hoog in de top 10 in Nederland van duurzame websites. We hebben een eigen meetlab voor lampmetingen, dus we doen zelf heel veel lampmetingen en ik denk dat we inmiddels de grootste website zijn van Europa die gepubliceerde onafhankelijke lampmetingen heeft op de website. Er zijn wel websites, of er zijn meetlabs in Europa die lampmetingen verrichten, maar dat zijn typische labs, bijvoorbeeld die door Philips gevraagd worden, wil je een lampmeting doen? En die rapporten gaan we terug naar Philips. Die komen niet publiek. En wij willen stimuleren dat al die informatie publiek is, zodat je meer transparantie in de lichtmarkt krijgt. Ja, want je hebt goede LED-lampen, en dat zul je ontdekken, maar je hebt ook slechte LED-lampen. En om daar een onderscheid te krijgen, is de enige manier om dat bekendheid te geven, is publiceren, op internet zetten. Meten jullie alleen lampen of ook armatuur? Alles. Wij doen een systeemmeting. Dus de armatuur nemen we mee. En ook alle elektronische aspecten, zoals hoogharmonische vervuilingen, tegen de normen meten wij, om een idee te geven, een meetrapport is bij ons 30 pagina's groot, van één lamp. Dus het is echt zeer, zeer uitgebreid. En al die data, dat zijn er dus, we hebben meer dan ongeveer rond de 2000 nu, zijn allemaal gepubliceerd op de website. Kan je allemaal raadplegen. Dus dat is precies onze insteek, we zijn volledig transparant. We vertellen ook hoe we meten en alle resultaten komen ook online te staan. En daarbovenop hebben we nu een lampenportal gebouwd. En dat is echt voor de consument, hè? Want ja, een meetrapport van 30 pagina's, je kan je voorstellen, dat is extreem gedetailleerd. En voor een consument is dat veel te ingewikkeld. Maar een consument wil ja, met eenvoudige zoekmethodes een goede LED-lamp kunnen vinden. En daar helpen wij mee met behulp van die lampenportal. Maar die is gebaseerd op dezelfde lampendatabase. Dus wij tonen daar alleen maar lampen die wij doorgemeten hebben. De specificaties die we tonen zijn onze gemeten specificaties. Wij verkopen ook geen lampen, dus wij kunnen daarom ook onafhankelijk zijn. We hebben geen commercieel belang om de ene lamp beter aan te prijzen dan de andere. Wij prijzen ook geen lampen aan. Wij zeggen van, dit is de meetdata. En die ligt niet. Het is gewoon gecalibreerde meetapparatuur en dat is ja, zoals het gemeten is. Ik stel voor de vraag aan het einde te doen. Want ik ga heel veel vertellen en waarschijnlijk worden een aantal vragen al beantwoord. En dan aan het einde hebben we een kwartiertje ter vragen. Ja. Nou, hoe efficiënt is LED? Dat is een interessante vraag. Om dat te weten, wil ik eerst even weten hoe licht werkt. Nou, de hoeveelheid licht uit de lamp wordt uitgedrukt in lumen. En de hoeveelheid energie die verbruikt wordt in een lamp wordt uitgedrukt in watt. Nou, het is heel simpel. Als je die twee op elkaar deelt, dan heb je efficiëntie. De hoeveelheid lumen per watt. Dat is een heel belangrijk getal. Ik zal straks uitleggen waarom. Want hoe hoger, hoe beter. En het heeft twee voordelen. Ja, het ene is heel triviaal. Hè? Hoe hoger de efficiëntie, hoe zuiniger je LED-lamp is. Maar een andere, die misschien over het hoofd gezien wordt, dat zorgt ook voor een hogere levensduur. Als je namelijk een LED-lamp hebt met een lage efficiëntie, wil zeggen dat er heel veel warmte gecreëerd wordt. Hè? Dat is gewoon een verspilling van energie. Maar die warmte die gaat naar je elektronica toe. En de elektronica kan heel slecht tegen warmte. Dus die gaat ervoor zorgen dat jouw lamp veel minder lang meegaat. Want als je elektronica kapot gaat, dan kan de LED-chip het nog wel fantastisch doen. Maar als de elektronica die hem aanstuurt niks meer doet, is de lamp gewoon uit. Dus voor de consument is de lamp gewoon kapot. En vaak kan dat ook niet makkelijk vervangen worden. Dus effectief betekent dat je lampje moet weggooien. Dus daarom is het bij het uitzoeken van LED-lampen interessant om sowieso op de efficiëntie te letten.
Nou, hoe zit het dan met de bestaande lampen? Hallo. Welkom. Sorry. We zijn net begonnen, dus geen probleem. Een 35 watt LED lamp. Nou, die hebben wij gemeten. Dit zijn allemaal meetwaardes, dit zijn geen specificatiewaardes. Deze lamp is een Philips lamp, gewoon een hele normale halogeen lamp. Levert 203 lumen. Nou, we komen op efficiëntie, komen op 6 lumen per watt. Een beetje gevoel te krijgen van hoe onze bestaande verlichtingen doet. Nou, je hebt ook een wat zuinigere variant van halogeen lampen. Dat zijn de zogenaamde eco-lampen, daar komen ze nu mee. En die zijn inderdaad ook zuiniger, die geven ook meer licht. Je ziet dus op de 35 watt geeft 279 lumen. En dan zit je op 8 lumen per watt. Dat is al een forse verbetering ten opzichte van de oude situatie. 1,3 keer zoveel efficiënt. Maar LED, hoe zit het daar dan mee? 6,3 watt LED spot. Geeft dezelfde hoeveelheid licht, of geeft dezelfde soort licht, hè? Ook mooi warm wit licht, hè? Die zijn gewoon beschikbaar. Deze geeft 598 lumen. Dan zie je het al, hè? Voor veel minder watt, veel meer licht. De efficiëntie, 95 lumen per watt. Net staat op 8. Dus het is meer dan 10 keer zo efficiënt. En dus dan maak je echt een forse besparing ten opzichte van jouw traditionele lamp. Nou, hoe zit het dan met deze is de 16 keer zo efficiënt. Concreet ten opzichte van de eerste LED-lamp die we hadden staan. Nou, we zitten dan met een normale gloeilamp. Dit is een 40 watt gloeilampje van de Gamma. Gemeten 439 lumen. Dat is de hoeveelheid licht die eruit komt. Efficiëntie is 10 lumen per watt. En dat is grappig, hè? Deze zijn dus efficiënter dan de LED-lampen. Ondanks dat iedereen zegt, oh, die gloeilampen moeten als eerste eruit. Die zijn efficiënter dan LED-lampen. Meten is weten. Dus vroeger was de situatie andersom. Dus de eerste halogeenlampen die geïntroduceerd waren, waren zuiniger dan de gloeilampen. Maar toen zei iedereen, ja, dat is toch wel koud wit licht, die halogeen. Kan dat niet wat gezelliger? Ja, natuurlijk kan het gezelliger. Dan laat je hem op een lagere temperatuur bedrijven. Het gevolg is, je efficiëntie gaat onmiddellijk omlaag. Maar dat werd niet meer verteld. Dus op dit moment zijn halogeenlampen minder zuinig dan normale gloeilampen. Nou, hoe zit het dan met een equivalente LED-peer? Het ziet er een beetje hetzelfde uit. Geeft ook mooi licht. We hebben daar in de doos eentje zitten. Die wordt straks gedemonstreerd. Deze is 3,5 watt. En geeft 408 lumen. Nou, hoe zit het dan met efficiëntie? 118 lumen per watt. Nog een groter verschil. Dus 12 keer meer efficiënt ten opzichte van de eerste gloeilamp. Nou, er zitten dus enorme besparingen kan je er halen in je eigen huis. Door het toepassen van LED-verlichting. Maar je wil natuurlijk wel goede LED-verlichting hebben. En daar wil ik al iets over gaan vertellen. Levensduur van LED. Welkom. En daar zie je een beetje de mythes die ontstaan zijn in de markt. LED-chip fabrikanten die geven vaak af hoe lang hun de levensduur is van hun chip die in de LED-lamp verwerkt is. En dan zie je vaak getallen van 30.000 uur of 20.000 uur of 50.000 uur, afhankelijk van de fabrikant. En wat dan heel veel fabrikanten van lampen doen, die nemen klakkeloos dat getal over. Dus die 30.000 uur, wordt gezegd, oh, dat is ook 30.000 uur voor de lamp. Maar dat is niet altijd waar. Dat kan alleen maar als de lamp heel goed ontworpen is. En dat is niet altijd het geval. En om een beetje gevoel te krijgen, temperatuur speelt weer een heel belangrijk geval. Als jij een lamp 10 graden warmer is dan gespecificeerd door de LED-chip fabrikant dat toegestaan is, krijg je een halvering van de levensduur. En dat kan hard gaan. Dus als je 20, 30, 40 graden warmer bent dan gespecificeerd, hou je LED-lamp over. We hebben LED-lampen doorgemeten die binnen 1000 uur kapot gingen. Dat is minder lang dan een gloeilampje. Ja, dramatisch. En dan zegt de fabrikant, ja, maar in dit geval was het alleen maar de condensator die kapot is. Als je die vervangt, doet hij weer. Nee, de consument gaat geen condensatoren vervangen in een LED-lamp. De elektronica is kapot, dus de lamp is kapot. Of een andere LED-lamp begon te smelten. Die begon te goed te buigen. Ja, levensgevaarlijke situatie, gelijk uit. En zei de fabrikant, ja, maar hij geeft dan nog licht. Ja, nee, dit is een levensgevaarlijke situatie. Dus ook kapot. Snap je? Dus ook dat soort aspecten spelen. En dat komen we allemaal tegen in ons meetlab. Maar we komen ook hele goede ledlampen tegen. Die 120.000 uur meegaan. Dus er zitten enorme kwaliteitsverschillen in ledlampen. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Nou, hoe kan dat dan dat die ene het beter doet dan de andere? Nou, daar heb ik één al genoemd, hè, de efficiëntie. Dus een efficiënte lamp zorgt voor minder warmte. Dat is een indicatie voor een goede lamp. Of omgekeerd, als je een lamp hebt met een lage efficiëntie, is een indicatie dat eigenlijk al de foutkant op gaat. Hè, dat die niet lang zal uithouden. Je moet zorgen voor een goede warmteafgifte. Nou, dat meten wij ook. Wij hebben infraroodcamera's. En we hebben er vandaag ook eentje bij. Heeft er eentje meegenomen. Als jij een LED-lamp hebt, die moet zijn warmte goed kwijt kunnen. Die LED-chip die wordt heel warm, maar die moet die warmte wel goed kunnen afvoeren. Dus die gaat aan vaak een aluminium omhulsel, dat je warmte goed kan dissiperen.
Als dat niet gebeurt, of wat te weinig koelribben heeft, of te weinig luchtkoeling, soms gebruiken ze ook luchtkoeling. Als de lamp aanstaat, die wordt warm, dan gaat automatisch luchtstroming komt er langs. Dat is allemaal nodig om die lamp te koelen. Als die niet goed gekoeld wordt, slecht voor je levensduur. En de kwaliteit van elektronica. Dat kan op bezuinigd worden. Zeggen, nou, weet je wat, als je goede elektronica neemt, ja, die is wat duurder. Als je wat goedkopere elektronica neemt, ja, dan heb je vaak ook te maken dat de kwaliteit ervan minder is. Dus die aspecten spelen allemaal mee. En dan als je daar allemaal aan voor doet, dan kan je die getallen boven wel halen. Dus ja, die zijn er zeker goede ledlampen. Maar er zit een enorme verschil in. Nou, hoe kunnen wij de levensduur van de ledlamp bepalen? Wij doen duurtesten. En dan moet de lamp 6000 uur aanstaan. En om de 1000 uur doen wij een meting op onze robot. En dan kan je op een gegeven moment, na 6000 uur, kan je extrapoleren. En de norm zegt van, oké, als die dan onder 70% van lichtniveau valt, dan beschouwen we dat als einde levensduur. En dan wordt de lamp als kapot beschouwd. En dan kan je een indicatie krijgen van wat de levensduur is. En nogmaals, we hebben 1000 uur meegemaakt en we hebben 120.000 uur meegemaakt. Er zitten grote verschillen in. Alleen het grootste probleem is, 6000 uur is 9 maanden. En de LED-markt gaat heel snel, dus leveranciers die willen daar gewoon niet op wachten. Die zeggen, ja, 9 maanden, we moeten nu verkopen. Niet over 9 maanden. Dus heel veel leveranciers laten deze testen niet doen. Dus niet bij ons. Maar we hebben wel andere indicaties uit onze meetrapporten die een indicatie kunnen geven van of we te maken hebben met een goede LED-lamp of niet. Nou, efficiëntie ook al meermalen genoemd. Maar we hebben ook opwarmeffecten. Nou, wij meten heel uitgebreid. En de norm over lichtmeting die zegt van ja, je mag eigenlijk pas gaan meten als de lamp stabiel is. Dus de lamp die zet je vaak een uur aan en dan mag je pas gaan meten aan de lamp. Maar wat wij ook doen, en dat doet niemand, wij meten ook vanaf moment nul. Dus het moment dat hij net aangaat en al dat eerste uur. Wat gebeurt er nou in de eerste uur? Want dat is hartstikke waardevolle informatie. Dan kan je hier zien. Hier zie je bijvoorbeeld dat in het is het aantal minuten, dus 80 minuten staat hier. En dan zie je dat de efficiëntie door het opwarmen met 5% gezakt is. En dat is een hele belangrijke indicator. Als die onder de 10% komt, dan heb je eigenlijk al te maken met een lamp die gewoon qua levensduur waarschijnlijk het niet lang gaat houden. Dus hoe lager deze efficiëntiedaling is tijdens het opwarmen, heb je een hele aardige indicatie wat de levensduur van de ledlamp gaat worden. Daarbovenop doen wij ook nog infraroodmetingen aan ledverlichting. Sommige ledlampen worden 30 graden. We hebben ook ledlampen gemeten die 110 graden worden. Nou, dat is ook al een aardige indicatie dat hij eigenlijk veel te warm wordt en dus ook niet goed voor zijn elektronica is. Dus het zijn allemaal indicaties, hè? Het is geen garantie, maar dus dan zou je dat zijn dingen die op letten. Nou, al die meetrapporten die kan je dus raadplegen en die kan je dus ook bekijken. Een ander probleem wat speelt bij LED, sommige knipperen. En om dat te bepalen doen we bij alle lampmetingen ook een knippermeting, dat doet niemand. En die publiceren we ook en daar zitten grote verschillen. Een goede LED-lamp knippert totaal niet. Maar je hebt ook ledlampen die gewoon zo hard knipperen. Ja, ik word er helemaal gek van. En dat is heel erg persoonsgevoelig. Die zichtbaarheid hangt per persoon af. De ene die ziet het niet en de ander ziet het wel. Maar het probleem is als je het niet ziet en je zit er heel dag rond te werken, krijg je er wel kopijn van. En je weet niet waarom. Dus je bent de hele dag onder een knipperende lamp aan het werken, maar je krijgt kopijn, maar je weet niet waarom. Maar dat is dus veroorzaakt door een knipperende led. En onderzoek laat zien als je als die knippering boven de 35% zit, dat is het modulatieindex, dan begint het echt hinderlijk te worden en dan begint bij de meeste mensen problemen te geven. Dus je wil eigenlijk gewoon dat die lamp zo min mogelijk knippert. Nou, de gevolgen, heb ik al verteld, zijn hoofdpijn en vermoeidheid. Nou, wat denken jullie zelf? Knippert een gloeilamp? Ja, misschien, wie denkt dat de gloeilamp knippert? Mag ik zijn hand op zeggen? Eén persoon, wie denkt dat hem niet knippert? Nou, de meerderheid zeg ik dan uit de zaal. Nou, de grap is, de gloeilamp knippert. En dat is heel logisch, want je hebt nu ook 50 hertz netspanning. Die zit op 50 hertz op en neer te gaan. En die gloeilamp die volgt dat, is gewoon een gloeidraad die aan en uit gaat. Alleen als het relatief traag. Hè, want dat opgloeien kost tijd, dat afkoelen kost ook tijd. En dat is zo traag dat je er eigenlijk net geen last van hebt. Hè. Dus je zit op 21%, niemand heeft er last van. Maar hij knippert wel degelijk. TL's, wat denken jullie? Knippert die? Of wie denkt dat hij knippert? Volgens mij is de meerderheid overtuigd dat hij knippert. Nou, dus, dat klopt precies. Hier is een moderne T5. Dat is een moderne TL doorgemeten. En die zit op 35%. Dus die zit al op de grens. Ik wil niet zeggen dat alle T5 lampen hebben. Maar je ziet dus dat daar ook speelt. Hè? Met TL's kunnen wel degelijk knipperen. Nou, hier een voorbeeld van een foute LED-lamp. Kijk,
Maximaal. Bam. Hop. Helemaal aan, uit. Aan, uit. En we zitten 99% modulatie-index. Ja, hier, ik word hier helemaal gek van. Ik zie het onmiddellijk en ik moet er gewoon de ruimte verlaten. Maar Marcel, dat is mijn compagnon bij Olino, die ziet het niet. Dat is heel grappig. Dus, en zo zijn we toevallig achtergekomen. En begint dat die ledlampen doorgemeten. En ik kom aanlopen en ik zie ze zo. Ik denk, wat is hier aan de hand? Hij zegt, hoezo? Ja, die knipperen. Knipperen, misschien niks. Nou, toen zijn we begonnen met meten. En toen zijn we erachter gekomen, wow, oké. En daar zit dus heel groot verschil. Toen is je ook in onderzoeken gedoken van hoe zit het nou met normen. En wat is er nou bekend over problemen bij mensen. En toen zijn we achter die getallen gekomen. Dus sindsdien doen we alle lampen met knippermetingen. En dan kun je dus ook precies zien of het een hinderlijke lamp is of geen hinderlijke lamp. Maar je hebt een goede ledlampen. Helemaal perfect. Niks knipperen, gewoon super stabiel. 0%. Dus, dat heeft gewoon de technische reden. Dus de driver die de lamp aanstuurt, dat is gewoon in de elektronica. En ja, als je gewoon een goedkope elektronica gebruikt, dan krijg je die vorige lamp. Als je het goed regelt qua, dus gewoon gelijkrichting, ja, dan kan je gewoon perfect stabiel kijken. Dus allebei kan. Nou, nog iets vertellen over de Odino lampenportal. Daar kan je allerlei lampen vinden voor thuis en voor bedrijfsleven. Dus voor de consument, maar ook voor de professionele markt, kan je daar de lampen vinden. En dat zijn allemaal lampen die wij zelf door hebben gemeten. En we hebben ook nog een retrofit hulp, dat is voor consumenten. En die zijn we recent, hebben er heel veel verbeteringen doorgevoerd. We zijn nu ook de bekende merken gaan doormeten. Tot nu toe hadden vooral de professionele markt, zeg maar, heel veel mensen bij ons een aanvraag ingediend van, hey, wil je deze lamp doormeten, wil je doormeten? Maar ja, de consumentenmarkt, ja, die hadden we relatief weinig lampjes van. Daar hebben we nu een aanzet in gemaakt. En inmiddels hebben we meer dan 70 hele bekende merken er staan. De Philips lampen, de Osrams, de Toshiba lampen, de Megamans, echt alle bekende merken die zijn van iedereen kent, die staan bij ons allemaal online. En dan kan je dus ook zien hoe ze het doen. Je kan de informatie erover vinden. En we tonen ook de prijs en ook een link naar de webshop. Dus alle consumentenlampen hebben een prijs en een link naar de webshop. Dus je kan precies zien hoeveel kosten ze en wat kan je kopen. En het is heel simpel. Dat is die dachten. Nou, hoe ziet die dan eruit? Zo ziet het eruit, de lampenportal. Links heb je retrofit advies. En dan kan je dus je bestaande lamp vervangen. Rechts is meer interessant als je iets meer over de lamp al weet. Je zegt, nou, ik ben op zoek naar een gloeilamp of een ledlamp van zoveel lumen. Of met een power factor van zoveel. Dat zijn meer de technische specificaties. Daar kan je rechts goed op zoeken. Links is meer voor de consument van, nou, ik heb gewoon een bestaande lamp. En die wil ik gewoon vervangen. Nou, hier een voorbeeldje. Ik heb bijvoorbeeld je kan kiezen tussen peertje, spot of TL. En dan zeg ik, nou, ik wil bijvoorbeeld een peertje vervangen. Nou, wat voor fitting heeft hij dan? Grote of kleine fitting? Nou, kies bijvoorbeeld grote fitting. En dan begint het leuk te worden. Dan zegt hij van, oké, hoeveel, wat is jouw huidige peertje? Dan kies je bijvoorbeeld 40. Maar wij weten dat 40 watt peertje 440 lumen is. Een 40 watt spotje is niet 440 lumen. Dat is afhankelijk van de lamptype. En dan begint het al complex te worden voor de consument. Daarvoor hebben we deze wel opgebouwd. Dus dit zijn allemaal gemeten waardes. Dus die 440 lumen is ook een gemeten gloeilamp. Dus we kunnen ze ook echt vergeleken met de bestaande lampen. En dan zoeken we dus onze database voor lampen die voldoen aan eigenlijk dezelfde specificaties als je bestaande lamp. Zodat je daar op één kan vervangen. Nou, dan hier heb je bijvoorbeeld een voorbeeldje van lampen die eraan voldoen. Je ziet daar verschillende prijzen. De meest efficiënte lampen staan bovenaan. Deze, die Megaman, die is al 35 lumen per watt. Heb je koop online een linkje, dan kan je de webshop vinden en de prijsinformatie. Je hebt ook een link naar Metroport, dus elke lamp heeft een link naar het Metroport. En als je het interessant vindt, je hebt het in het Nederlands, het Engels en het Spaans zelfs. Dus heel uitgebreid. Onze site is ook in het Nederlands en het Engels. Binnenkort komt hij in Duits en we hebben ook een Spaanse Olino website. Dus we proberen ook echt internationaal bekendheid te krijgen. Nou, hier heb je nog een keer de details als je erop klikt. Dan zie je mooi de energielabel. Dat is ook weer gemeten door ons, dus niet door de fabrikant opgegeven. En allerlei belangrijke parameters. De lichtstroom, de hoeveelheid licht eruit komt, het vermogen wat hij gebruikt. De efficiëntie, hoe efficiënt is die. De kleurtemperatuur, dus hoe warm de lamp aanvoelt. De CRI-waarde, dus zeg maar hoe hoger die waarde is, hoe beter die lamp gebruikt kan worden voor kleurechtheid. Dan moet je denken, stel je hebt een, niet zo voor de consument, is niet zo heel erg belangrijk, maar stel je hebt een kledingzaak en wil zeker weten dat als je daar een lampje op aandoet, dat die kleren ook die kleur hebben die als je met het buitenlicht zou hebben. Als je een lamp hebt met een lage CRI, dan kan jouw kleding er heel anders uitzien dan als je het gewoon buiten in daglicht zet. Dus daar is een CRI-waarde van belang. Maar als jij een lampje bijvoorbeeld in je huiskamer voor de gezelligheid, totaal niet van belang. Dus snap je, dus het heeft heel erg met de toepassing te maken. Dus je hoeft niet blind te staren op waardes van, oh, die moet altijd hoog zijn. Nee, heeft heel erg met de toepassing te maken. Stralingshoek, dus hoe breed is die qua licht? Is de lamp dimbaar? Ook interessant, knipperen. Zie je, deze doet 2% knipperen. Prima.
kan je gewoon zo plaatsen, geen enkel probleem. Als je 40% knipper had, dan kan je beter zeggen, nou, doen we niet of niet. En dan ja, een linkje naar de leverancier. En we zijn volop bezig om meer webshops te koppelen. Dus in de loop van de tijd zullen daar veel meer leveranciers bij komen. Een beetje vergelijkbaar met kieskeuring en beslis.nl. Dat je gewoon ideaal zelf jouw favoriete leverancier kan vinden met de laagste prijs bijvoorbeeld. Hè. Dit zijn gemeten specificaties. Dit zijn de lijst van de meest populaire lampen waar het meest op geklikt wordt. En dit is dan de prijs en de link naar de webshop. Nou, dus nogmaals, ja, de website, die vind je hier, www.oyono.org/advice.